Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. We hebben het over eten gehad, we hebben over onze hobby's gehad. Maar wat als ik nu een boek zou schrijven om terug te gaan naar mijn roots, om te ontdekken dat mijn oma een slavin was? Nou, vandaag zit ik met Bert Kalle en hij heeft een boek geschreven en hij gaat me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Bert. Hi. Ik geef je een boek. Dit is het boek? Ja. Dankjewel. Jouw oma? Mijn oma. En dan zeggen ze van, hè, hoe zit dat? Het is mijn trotto. Het is de overgrootmoeder van mijn moeder. En ik heb gezegd, ik noem het boek Mijn oma was een slavin. Dat klinkt alsof het veel dichterbij is. En is ook veel dichterbij dan de meeste mensen denken. Dat er toen nog slaven, slavinnen, mensen die in de slavernij zijn geboren, toen nog leefden. Mijn moeder is van 1935, 17 januari. En exact één jaar daarvoor, 17 januari 1934, is mijn oma, de slavin, overleden. Wauw. Dus eigenlijk is het gewoon heel super dichtbij. Vorige maand was het 90 jaar geleden. Zo dichtbij hebben dus mensen nog geleefd die de slavernij hebben meegemaakt. En ja, ik zal niet de enige zijn die dit verhaal heeft. Maar het was zo bijzonder toen ik ontdekte hoe het in elkaar zat. Dan word je emotioneel. Ja, super intens. En blij dat je het weet. Ja, want het boek zegt het al. Jij hebt het geschreven, het gaat over jouw oma, maar... Hoe zijn we daar terechtgekomen? Want net als je naar je kijkt, zouden we dat niet denken. En vanaf de ene op de andere dag heb je besloten van... nu gaan we even terug in de boeken. Jongens, ik ben een nazaat. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het echt niet. Zo werkt het echt niet. Nee. Weet je wat het is? Aan mijn moeder en aan haar moeder is altijd verteld... we zijn afkomstig van inheemse. En... de reden waarom dat gedaan was... Het was echt een white lie. Precies, precies. En als je naar foto's gaat kijken van mij, naar mijn moeder, naar mijn oma, naar mijn overige... Dan zie je inderdaad dat het steeds donkerder wordt. Totdat ik vorig jaar een foto ontdekt heb van mijn trotro. En die foto die circuleert al jaren in de familie. Het is een feestelijke foto genomen aan de Drambrandersgracht... waar het verjaardagsfeest gevierd wordt van mijn overgrootmoeder. Die werd toen 50. Allemaal bloemstukken om op die foto. En een oude vrouw, een hele oude vrouw, staat er ook bij. Dat was de buurvrouw. Oh, oké. Nee, de buurvrouw was er ook. Ja. Nee. Ik zeg, ik weet niet wie je voor de gek wil houden, maar als je bloemstukken hebt, dat mijn oma daarop staat... Mijn overgrootoma stond er niet op. En mijn twee tantes staan erop. Echt tegen hun overgrootmoeder aanleunend. Dan is dat niet de buurvrouw. Het is gewoon een oma. Het is gewoon een oma. En dan komt er een Surinaamse Oddo van pas. Jiming. Als je hem aanvult, vind ik het goed. Oké, ik ga mijn best doen. Oké. You can kibri you grandma. Maar ino kan kibre in koso. Ik zou het net zeggen. We waren te snel. Want volgens mij is jouw Sranantongo nog beter dan die van mij. Ja, maar deze Oddo heb ik cadeau gekregen van Cynthia McLeod. Die heeft mijn voorwoord geschreven in het boek. En omdat het zo de essentie van mijn verhaal raakt, dan iedere keer als ik hier aan denk... Dan voel je het gewoon van, ik ga mijn grandma niet verstoppen. Nee, zal ik ook nooit doen. En met dit boek, en dat is ook de ode aan mijn grandma, mijn trotto, dat ik haar daarmee wil eren. En het toeval wil dat we pas geleden in Tori Osso hierover een boekbespreking hebben gehad. In het kader ook van... Dag van de vrouw. Dag van de vrouw. Ja. Nou, dat was compleet. Ja, ik kan me voorstellen. Want ik ben de ondervoorzitter van de
schrijversgroep 77. Hoe was dit voor u? Want u zit er ook gezellig bij, dus ik ga je ook even een vraag stellen. Ja. Hoe was het voor u om dit boek te mogen lezen natuurlijk en gewoon zo iemand te ontmoeten die terug is gegaan om te gaan ontdekken van hey. Nou, het was al geweldig toen hij ons contactte. En ik had al, voor mij heb ik niet meteen gereageerd, maar toen ik, en het boek heeft ook veel langer geduurd om in Suriname aan te komen, want hij heeft één op de post gedaan en we dachten dat ik het niet zou krijgen. Dus het was een heel gedoe, dat hij zelfs nog extra heeft gestuurd met een vriend. En toen ik begon te lezen had ik zoiets van, hè, geweldig. Maar wat eigenlijk nog mooier was voor mij, voordat ik dat boek kreeg, was het feit dat hij een oproep heeft gedaan naar scholen en bibliotheken om een boek cadeau te krijgen. Dus een heleboel, dat heeft mij het meeste geraakt en getroffen, waardoor ik heb gezegd, dit, hieraan gaan we extra moeten werken. En we zijn nog bezig ermee. Dus, en het boek is geweldig. Als je hem leest, ik heb hem niet in één keer kunnen lezen vanwege werkzaamheden. Maar ik heb hem wel uit hoor. Want ik kan dan een paar keer tegen hem zeggen, oh ja, dat staat er ook nog bij, dat moet je nog doen. En die familienaam is er ook nog in. Wauw, nee, maar het is gewoon echt geweldig. Ja. En ja. Ik zou hier uren over door kunnen gaan, because ik vind het amazing. Maar het proces voor jezelf, want in ons vorige gesprek gaf je ook aan van, je had altijd zeg maar dat onderbuikgevoel van, iets klopt niet wat jullie me willen vertellen, geen knallen of citroenen. Ja. En toen wist je het, je had je antwoord. Ja. En was het een feeling of satisfaction, een feeling of, of peace? Om 3:00 s'nachts, ik was op het internet helemaal aan het rondstruinen en op een gegeven moment, bam, komt er op je laptop de naam tevoorschijn van je trotro. Ja. En dan weet je het voor 99% zeker dat het klopt. En dan is het van, je kan niet slapen. Ik heb de rest, ik ben naar bed gegaan. Ik denk, ik moet nu weg. Maar het maalt door je hoofd. En november 2023 ben ik naar Suriname gekomen om die 1% te checken van, klopt het allemaal? Want ik kan een mooi boek schrijven, maar als het allemaal fake is, ja. Dan hebben we ook niks daaraan, hè? Daar heb ik niks aan en dan heeft de lezer niks aan. En daar kreeg ik dus de actes, haar geboorteakte, de akte van haar zoon die geboren werd, de trouwakte. Want hoe is deze, hoe went, no offense, bent u weer vanilla geworden? Want de buurvrouw was donker op de foto, maar this is a vanilla swirl right here. Alexandra en Eliza is verwekt door George Crude. En George Crude komt uit Schotland. Mm. De Scottish. Het begint al. Scottish. Dus daar was al een halve mix. Yeah. En dan komt er nog een keer een mix. Komt nog een mix. Mijn moeder, haar moeder en haar moeder. We zijn allemaal met militairen getrouwd. Die hier in Suriname gelegerd waren. Oh. Dus allemaal van die Jantjes die hier rondliepen. Die allemaal de mooiste vrouwen uitkozen voor zichzelf. En meenamen naar Nederland. Nou, ik ben daar een product van. En ik heb, toen ik begon, heb ik eerst een DNA-onderzoek gedaan om te kijken van, hoe zit dat? Hoe zit dat met die inheemse DNA die ik zou moeten hebben? Negatief. Nou, je krijgt een wattenstaafje, dan moet je in je mond gaan rondroeren. Die stuur je op en dan komt er een uitslag uit. Daar staat een iets meer dan 60% West-Europees. Nou, dat zit hier zo, dat kun je al zien. Nee, no. 30% Schots. Nou, dat zou ook nog een keer kunnen. En dan de verrassing, 10% Nigeria. Afrikaans. Nou, dus daar denk je van. Maar 0% Zuid-Amerika, dus geen inheems. En dan ga je zoeken en dan kom je op een gegeven moment tot de ontdekking waar het inheems verhaal vandaan komt. Want een halfzus van mijn trotro, die is verwekt door een inheemse man. Oh, dus ze hebben die storyline gekozen. Ai, en dan hebben ze die storyline gekozen en hebben ze daarmee zijn ze dus gezegd van, oh, die, ja, kijk, zie je wel. Ze hebben sluik haar, dus we zijn inheems. Maar ja. Wauw, intens verhaal. Ik zal hier echt nog uren door over willen gaan. Maar onze Q-time zit er zo goed als weer op. Maar dit is een bijzonder verhaal. En ik vind het geweldig dat je dit bent gaan onderzoeken. En ook gewoon echt het antwoord hebt gevonden. De waarheid aan het licht hebt kunnen brengen. Ja.
Want zoals die oude al zegt, je kan kibri je grandma, maar je kan kibri en koso koso. Ja. En hier is het nu voor ons allemaal. Dus als mensen nu kijken en denken van, hey, dit boek moet ik gewoon ook lezen. Hoe kunnen ze dit doen? Waar kunnen ze bereiken? Je kunt hem alleen via internet bestellen. Okay. En daarom ben ik ook hier, om zoveel mogelijk boeken gratis uit te delen aan scholen, aan bibliotheken. Dus als je zegt van, nou, ik heb geen geld voor het boek. Bij CCS gaan ze liggen, daar liggen ze waarschijnlijk al. En de schoolbibliotheken voor alle scholieren die zich hebben opgegeven voor het project, die zijn inmiddels ook bereikt en hebben daar een boek liggen, zodat ze kennis kunnen nemen van het verhaal en hopelijk geïnspireerd raken om hun eigen verhaal te gaan maken, uit te gaan zoeken. En we hebben het Nationaal Archief hier in Suriname, vergis je niet wat daar allemaal te vinden is. Ik zou bijna iedereen willen zeggen, ga daar eens een keer naartoe en ga uitzoeken van, hoe zit ik? Ja, we zullen nog even napraten, maar oh, prachtig, prachtig. Jullie beiden bedankt voor het komen, maar het bijzonder Bert Kalle, voor het onderzoeken van jouw verhaal, om helemaal terug te gaan naar je roots en dit prachtverhaal te schrijven. Ik kan het nu al zeggen, ik heb dit exemplaar van jou gehad. Ik zal hem gaan lezen. Ik stuur je een berichtje over als ik hem uit heb, maar... Ik ben benieuwd. Dankjewel. Applausje van mij. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Bert Kalle hier samen met Silva Kumar. En hij heeft een prachtig verhaal geschreven. Hij is terug naar zijn roots gegaan en kwam erachter dat zijn oma een slavin was. Als jij thuis hebt gekeken en denkt van, hé, dit boek moet ik sowieso lezen. Je kan naar CCS gaan, daar kan je hem lenen. Maar als je zegt, nee, dit boek wil ik gewoon hebben, ga gewoon online. Google Bert Kalle, alle informatie staat daar. Get your own version or your own book. En get inspired. Want zoals hij in het gesprek al aangaf, hoop je dat iedereen die op zoek is naar zijn roots, die ook echt gaat zoeken, want je kan ze vinden. En je weet niet wat je kan vinden, so gewoon doen. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.